36e editie van de Woning Zesdaagse van Rotterdam. En we gaan naar Wim van Dijk vragen om het startschot te laten horen. 3, 2, 1 en we zijn weg. Wel voor de laatste ronde. Daar komt Roger Kluge. Gaat hij dat nog dichtrijden? En dan komt die rappe Duitser nog, de man van Pijneman. En op de streep gaat het gebeuren. Jawel, Duitsers winnen. Kluge Grasman. Dan gaat Sammeke op weg naar de Wel, Matthijs. Beugeli probeert de boot dicht te houden. Kom aan Sam, Of het gaat tussen de mannen van Biet. Royke, ja. Roy en Matthijs, winnaar. Roy van den Berg. Juri, Havik en Ron Zeilaert, want de ketel komt te laat. Winnaar Grote Prijs Houkoop, Havik! Laten zich zo dadelijk horen. Daar komt Nicky door de bocht. Huppakee, rijden, knallen, gaan. Nog 620 meter. We krijgen de bel voor de allerlaatste ronde. En de Pauw en de Ketelen gaan aan die sprint niet meedoen. De laatste sprint wordt gewonnen door Dylan van Baarle. Meer dan waarschijnlijk. Jawel, maar de overwinnaars zijn Kenny de Ketelen, Moreno de Pauw. Laat maar staan. Ga maar staan. Mooi.